Hi, ik ben Holly. En ik ben Soy en vandaag zijn wij voor één dag jullie life coach. Ja. Ik voel me extreem ongemakkelijk tijdens netwerkborrels. Wat is een goed onderwerp om een gesprek mee te starten? Nou, dat moet je sowieso niet aan mij vragen, want ik ben hier ook, denk ik. Ik haat netwerken. Nou, dat ik denk juist gewoon niet over werk. Nee, gewoon het is lekker weer vandaag, hè? Ik wil over niet over werk, dan zeg je... Hey, wat voor fiets heb jij? Heb je kinderen? Leuke jas. Dit zijn echt goede tips. Man, nee. Waar woon je? Ja, waar woon je? Heel leuk. Heel leuk. Ja. Wat was je laatste vakantie? Nou, ik kan er zo 80.000 Maar ik denk vooral gewoon niet gelijk over werk praten. Iedereen wil gewoon lekker een borrel drinken en aan de lampen hangen. Dat moet jij ook doen. Mijn kind van 5 wil haar lange krullen kort knippen. Ik vind dat doodzonde. Wat moet ik doen? Ja, maar kijk, dat is altijd het grappige. Ja. Mensen met krullen die willen stijlhaar. Mensen met stijlhaar willen krullen. Dus ik snap het. Ik heb ook altijd gedacht, ik wil geen krullen. Waarom heb ik krullen? Echt? Ja, dan zag ik iedereen op school met heel stoer haar met gel erin. Nou, als je met gel erin doet, dan gebeurt er helemaal niks. Dan blijft het dit. Dus ik snap wat je op een gegeven moment denkt. Oh, dan loopt hij ook gewoon een kat binnen ondertussen. Kom maar! Hey! Oh my god, hallo Missy! Kom maar! Ja. Hey vriendin! Hey, mijn kind van 5 wil haar krullen kort knippen. Wat denk jij? Ja, mop, wat moet ze doen? Wat moet ze doen? Wat moet ze doen? Oh, vind je het niet meer leuk? Kun je niet er soms in zitten? Oké, doei. Oké, doei. Je moet er deze video laten zien en kijk hoe laten zien hoe cool krullen zijn. Dat moet je doen. Dit was de live coaching for today. Bye bye. Wat ben jij schattig? Hey, Bussie. Hey, die poesten ze weer.